We gaan starten met de toets, dus neem allemaal jullie map om tussen te zetten. Thuis maak ik samenvattingen voor te studeren, dat ik alles goed ken. Ik bereid mij daar gewoon vooral voor in de klas, want we krijgen hier genoeg tijd om te oefenen. We hebben wel een planning gemaakt. Als er geen planning is, dan weet je niet wat je moest studeren. Of anders ga je gewoon thuis zitten te luieren. Ik relax gewoon. Ik chill een beetje. Voetbal een beetje in de tuin. Wat ik fout had, dan leer ik nog eens opnieuw. Want je leert best uit je fouten. De toetsen die nog aankomen, dat is nog wel veel stress. Ik heb vooral stress voor wiskunde, zoals de breuken en zo. Het is zo een beetje gezonde stress, want... ik ben er niet zo bang voor, omdat ik denk dat het wel gaat lukken. Ik vind dat eigenlijk wel relaxed, want je hebt al die stof gezien. Dus als je goed opgelet hebt, dan moet dat lukken. Als ik een tip mag geven, ja, herhaal je andere boeken nog eens en leer uit je fouten. Ook pauzes nemen. En genoeg slapen, dat is wel belangrijk. Keep it calm. Rust. En geniet van het leven. Hey, merci om deze video te kijken. En ik denk dat je deze ook wel leuk gaat vinden. Vergeet niet te liken en abonneren, hè.